Hallo, ik ben Iris Patien voor Butterfly Circles en ik ga een snelle vibratie doen, want er is een storm op komst, zoals je kunt zien. En ik hoop dat de wind meevalt. In elk geval, we zitten in een periode van chaos. Dat zullen jullie wel gemerkt hebben. De temperaturen zijn aan het schommelen, er zijn heel veel vuren, er is oorlog, er is van alles aan de gang en alles komt samen. En dat is typisch chaos. En we hebben die chaos nodig en er zal nog veel meer chaos zijn. Chaos betekent eigenlijk, is een Grieks woord, en betekent eigenlijk dat vanuit het niets, waar er geen oriëntatie is, waar er geen focus is, maar vanuit die niks ontstaan de goden en de godinnen. En ik denk dat we in een periode zijn waar we onszelf terug gaan hercreëren. En we staan eigenlijk op dat tiltpunt. En in die chaos, het enige waar we kunnen, waar we zeg maar belang aan moeten hechten, is dat we onze kern altijd voelen. Want we hebben de neiging om eigenlijk overal te zijn, tegelijkertijd. Maar het is altijd belangrijk om jouw eigen kern te voelen, jouw eigen hart te voelen en ook jouw roots voelen. En de roots daarmee, dat betekent eigenlijk dat je de wortels voelt, jouw connectie met de aarde. En de connectie met de aarde is dat je kunt communiceren met de aarde. Dat je energie kunt uitwisselen met de aarde. En dit zijn we vergeten. Dit doen Lakota mensen of Indianen, zoals wij ze noemen, of Native Americans. Dit doen ze door te bidden. En wij zijn vergeten hoe wij terug kunnen bidden. Hoe wij terug met die Keltische roots kunnen verbonden zijn. En morgen begint de Lion's Gate, die gaat open. Dus dat wil zeggen, er is een soort van portaal dat open gaat. En dat is de Leeuwenpoort. En dat is altijd in augustus. Met een toppuntje is 8 augustus, waar je eigenlijk helemaal gealineerd bent met de zon. De zon is gealineerd met de aarde. En de aarde is gealineerd met Sirius. En dit is een periode om heel goed in jouw kern te blijven. En dit zijn de periodes waar heel veel mensen over heel de wereld cirkels vormen en bidden met de aarde. Er is een energieuitwisseling. En wat ik daar ook over wil zeggen, is dat we in deze periode ervoor kunnen zorgen dat we in vreugde blijven. Dat we de dingen doen die ons connecteert met wie we zijn, onze spirit. En dat we terug geconnecteerd zijn met onze roots, met onze voorouders. En dat we echt in een soort van vreugdesveld kunnen blijven. Een soort van creatief veld is heel belangrijk. En dat we zorg dragen voor alle emoties die nu naar boven komen. Chaosperiodes zijn emoties, overal. En het is aan ons om die te meesteren. To master our emotions. En als we zoveel emoties hebben, hebben we de balans nodig waarbij we in ons hart zijn. Dus er is altijd een balans. En dit is een hele goede periode om nu te gaan voelen, wat heb ik nodig om in die vrede te zijn? Wat heb ik nodig om in die vreugde te zijn? Wat heb ik nodig om echt mijn eigen licht te gaan beschermen en zorgen dat ik in dit licht kan verblijven? En het tweede is van, als ik in mijn licht ben, het enige wat ik wil doen, is het delen met andere mensen. En dat zijn de communities. Het is community tijd. Het is tijd om met gelijkgezinden samen te zijn en samen te bidden en die cirkels te vormen. Hier in Lakota, want ik ben in de Badlands, achter mij zijn de Badlands. En hier is er elke dag wel een ceremonie. Elke dag wordt er gebeden. Elke dag komen mensen samen. En de power station dat zij vormen in die uitwisseling, want die energie met alles wat is, is immens gewoon. En ik wil je nog heel even iets delen, is dat de grootmoeders en de grootvaders zijn nu bezig met alle kinderen samen te brengen om terug die lijn verder te zetten. Van spiritualiteit. En kinderen zijn meer en meer terug geneigd om alles op te nemen. En wij zijn ook kinderen. En het is belangrijk dat wij ook onze taak
hierin opnemen en dat we terug die cirkels gaan vormen. En ervoor zorgen dat we terug in die blijheid en die vrijheid kunnen gaan. Dit was het voor vandaag. Vanuit dit prachtige oord. Ik ben in Oglala. En wens ik jullie echt wel een hele fijne zomer toe. En ik hoop jullie allemaal terug te zien in september. En ik zal jullie nog heel even tonen waar ik ben. Ik hoop dat ik de camera goed kan houden, zodanig dat jullie een klein beetje van het landschap kunnen meepikken. Ik hoop dat dit goed ging. Oha.